Welkom bij het FD verkiezingsjournaal van maandag 3 september. Vandaag stijgt de spanning in de campagne. Het is nog 9 dagen te gaan. En de spanning zit er vooral in dat PvdA-leider Diederik Samson flink in het lopen is op SP-concurrent Emiel Roemer. De peilingen naderen elkaar verschrikkelijk dicht. En hoe dicht precies, dat moet vanavond blijken, want dan komt de jongste peiling van Maurice de Hond bij De Wereld Draait Door. En het zou best kunnen dat de Partij van de Arbeid dan de SP genaderd is of misschien zelfs wel gepasseerd is. Verder speelt er vandaag in de kranten Diederik Samson weer, die in het Parool vertelt dat een coalitie met de VVD toch wel zeer erg moeilijk wordt. Dat heeft hij ook op Radio 1 gezegd. Hij ziet zich dichter staan bij GroenLinks en de Socialistische Partij. Verder in het Financiële Dagblad zelf resultaten van een ondernemersenquête. Ondernemers die hebben tegen TNS Nipo en het FD verteld dat ze meest zien zitten in een middencoalitie. Dus een coalitie van CDA, PvdA, VVD en D66. Of eventueel een Koenderscoalitie, waarbij dan GroenLinks de plaats van de Partij van de Arbeid inneemt. Nou, verder staat er natuurlijk een hoop mediaoptredens op de agenda vandaag van lijsttrekkers. Interessant voor het FD-publiek is dat vanavond in het WTC Amsterdam een debat zal worden gehouden tussen de financiële specialisten hier in de Tweede Kamer. Dat is in het WTC Amsterdam. En dat gaat over vragen van hoe komen we nou uit die schuldencrisis? Hoe moet het verder met de BV Nederland? En wat moeten ondernemers doen om uit deze crisis te komen?